hard aan de arbeid. Zeker weten, we moeten echt even met de schop in de grond. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij. Op donderdagmiddag 9 maart hebben de wethouders Roudou van Moot-Middelaar en Stevens van de gemeente Gennep de eerste maasheggen geplant in de gemeente Bergen. In totaal wordt er ruim 65 kilometer maasheggen geplant of herplant. En in Moot-Middelaar zijn ze er al mee begonnen. Wij hebben de ambitie om in totaal 20 kilometer aan nieuwe heggen en 5 aan herstel te doen. Ja. Hoe belangrijk is het dat de maasheggen hier terugkomen? Heel goed. Vanwege het landschap, vanwege de biodiversiteit. Vogels, hele flora en fauna, die bloeit weer op met die maasheggen. En ik denk, ik heb zelf een aantal bezigheden in de garage. Ik denk dat er hier een verdienmodel kan liggen voor de garage sector zelf. Ja, ja. We hebben nu eerst een subsidie gekregen voor zeg maar, de aanleg van nieuwe maasheggen en herstel van gaten in de maasheggen. Dat is echt eenmalig voor een bepaalde periode. En daarna gaan we nu weer een tweede subsidie krijgen. Ja, echt voor het onderhoud voor de komende jaren. Ben u blij als de patrijs weer volop in de regio komt? Absoluut. De patrijs zit er nu ook al. Alleen ja, zonder heggen. Hier zit er best wel een groot aantal heggen in. Aan de andere kant van Maas worden heggen ook bijgehouden en nieuwe aangeplant. Ook daar zie je gewoon onder andere patrijs, maar ook andere diers kunnen ze hier terugkomen. Ook de bunzing komt terug. Ook de bever komt terug. En die doet weer een aantasting aan de heggen het materiaal. Dat is zeker wel jammer, maar oké, dat vind ik ook weer een oplossing. Heren, dat is een keer wat anders, hè, met de handen uit de mouwen. Of niet? Zeker weten, dat doet ons goed. Dat doet ons heel goed. Nou, is dit nou leuker dan een gemeenteraadsvergadering? Zo ongeveer hetzelfde, alleen minder fysiek met de handen. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.